Welkom bij de podcastserie van Sociëteit Vastgoed en Milieuservice Nederland. Mijn naam is Ron van Bloois en ik voer gesprekken over inspirerend leiderschap en duurzaamheid. Vandaag ga ik in gesprek met Michon van der Zalm, Partner Director van Whitewood. Welkom Michon. Dank je. Ja, een, een podcast uh, wat draait om inspiratie um, en ook met name duurzaamheid. En daarom ben ik toch wel erg benieuwd Michon, waarom zit duurzaam ondernemen in jouw DNA? Ik denk dat het al heel ver terug gaat in, uh, in mijn levenscyclus. Uh, ik vond het altijd heel fijn om uh, te kunnen genieten van de rustmomenten om me heen. En die heb ik vaak uh, ontdekt ten tijde dat wij um, veel tijd doorbrachten in Zeeland. Uh, mooie open ruimtes waar ik uh, echt heb kunnen genieten van de natuur, uh, met name uh, ook als watersporter, want dat heb ik daar echt al ontdekt. Surfen, zeilen, uh, golf surfen. En toen ben ik er ook achter gekomen hoe sterk de natuur is en uh, hoe wij eigenlijk onszelf proberen soms heel erg tegen te duwen en te vechten tegen die natuur, die kracht, terwijl die kracht vele malen groter is dan ons. En toen dacht ik eigenlijk, ja, volgens mij is er maar één methodiek. En dat is dat we niet tegen is aan duwen, maar dat we de natuur omarmen. En dat heeft mij zover gebracht inderdaad, dat alles wat ik inmiddels doe, of het nou privé of zakelijk is, uh, dat altijd wel weer terugkomt als een stukje basis, uh, waarvan ik denk, dat is hoe we daarnaar moeten kijken. Ja, en als het gaat om uh, de verbinding met de vastgoedsector... Op welke manier probeer jij dan daadwerkelijk impact te maken, zowel als persoon als, uh, als ook uh, als onderneming? Uh, ja, als persoon is het puur echt uitdragen. Dat vind ik belangrijk. Ik zal dat altijd op dezelfde wijze naar iedereen uiten zoals ik dat nu ook doe. Uh, als het gaat om het zakelijke aspect, uh, en dan met name ook het bedrijf uh, vanuit Whitewood uh, ons perspectief. denk ik met name lange termijn. Uh, waar wij mee zijn begonnen, is property management, asset management, dat uh, te verenigen. En inmiddels, uh, dat is allemaal nou, relatief vluchtig. Dat heeft alles te maken met cycli waarin wij denken vanuit vastgoed. En inmiddels kijken we daar wel, als partij die ook aan het ontwikkelen is geslagen, uh, daar anders tegenaan. Dus wij willen eigenlijk ons veel meer committeren aan de voorkant, om aan de achterkant er langdurig en langjarig aan te blijven. Bij, een, bij projecten, bij objecten, uh, om daarmee ook te kunnen laten zien wat het betekent om daar commitment op te tonen. Nou, die impact is dan ook groot, want uh, daarmee ga je jezelf realiseren dat wat je aan de voorkant bouwt, ook over, nou ja, eigenlijk bij wijze van spreken, nog een paar honderd jaar zou, zou moeten bestaan. Alleen hoe doe je dat? Hoe maak je dat flexibel? Hoe maak je dat intrinsiek voor iedereen? En hoe ga je ook inderdaad met name de industrie uitdagen om anders te gaan denken? En kun je dan eens één uh, treffend voorbeeld nemen... waarvan jij zegt, van, nou, ik vind dat we daar als sector anders naar moeten kijken? Jazeker. Uh, nou ja, wij noemen het binnen ons bedrijf uh, al lifecycle development. Uh, dat is dat wij nu zien, en dat is niet erg, hè, want het is niet... Ik praat nooit over goed of fout. Maar wat wij zien is dat veel ontwikkelaars een soort hit-and-run structuur hebben. Die kopen iets op, uh, maakt niet uit wat, bestaand, uh, stuk vond, wat dan ook... Uh, die ontwikkelen dat uh, tegen de kaders, binnen de kaders die ze hebben. Uh, en uiteraard is dat allemaal cost-driven. Dus uh, uiteindelijk moet je zo min mogelijk kosten maken om een maximaal rendement te maken. Uh, en dat maximale rendement zit uiteraard ook in de, hoe het eindproduct daar uiteindelijk bij staat. Maar daarna ben je weg. Je hebt het verkocht aan een belegger en die gaat daar wat mee doen. En uh, ja, alle weefouten die later een keer nog naar voren kunnen komen... Uh, daarvan is de verantwoordelijke uh, uiteindelijk de belegger geworden en niet meer de ontwikkelaar. Gek genoeg. Nou, daar kijken wij anders tegenaan. Dus wij zouden heel graag willen dat die sector veel meer langjarig aanblijft bij het product wat ze maken. En nogmaals, de ontwikkelaar kan, kan nog steeds blijven doen wat ze willen doen. Uh, alleen wij we zouden dan graag willen aanhaken als bedrijf om aan de voorkant iets meer geld erin te stoppen om een beter product te maken. Zodat wij ook commitment tonen aan de achterkant als beheerder. Uh, om aan te geven, wil wij blijven gewoon voor 10, 15, misschien wel 20 jaar, of als het moet 25 jaar aan waarin we de risico's naar ons toe trekken en zeggen van, nou belegger, die risico's worden anders geallockeerd. Dus na vijf of zeven jaar hoef jij niet nog een paar miljoen in het gebouw te steken. Dan mag je ons aankijken als er iets niet goed is. Mooi. En ja, toen we kennis maakten met elkaar, toen uh, was er wel één ding blijven hangen is met name jouw hart voor de gebruiker, dat jij ja. wel echt aangaf. Ja, Rome, ik, ik vind dat we daar veel verder in moeten gaan en dat we dat gebruikersgericht en ook Goed snappen wat gebruikers wensen. Kun je ons daar eens kort in meenemen waarom dat zo belangrijk is voor jou? Ja, ja dat is eigenlijk al wel ontstaan. In de tijde de, ten tijde dat ik uh, rondom het schietblok in uh, Rotterdam. Uh, de eerste stappen zette in uh, een, uh, het opzetten van creatieve huisvesting. Dus partijen die ja, eigenlijk niet of nauwelijks echt iets met huurcontracten hebben. Uh, maar wel gaan huren. Uh, nou, dat heeft ons continu aan het werk gezet om, uh, om ze mee te nemen. Wat betekent dat nou? Huren bij. Uh, uh, van een kantoor. En doordat we dat deden, kwam ik erachter dat het zo belangrijk is om de huurder goed te begrijpen. Niet alleen in de, in de eerste fase, maar met name in de levensfase. Dus de cyclus van doorgroeien. Wat komt daarbij kijken? Uh, welke beslissingen moet je daarin nemen? Uh, en wat betekent dat ook in het eigenlijk, zoals ik het noem, het vastgoedproduct is geen vastgoedproduct, maar een facilitair product. Bij de vraag in de markt, hoe pas je dat nou toe? Waar kijken we naar? Je hebt een gebouw. En hoe kan je dat gebouw nou optimaal laten presteren in de vraag die in de markt is? Nou, dat is denk ik een belangrijk element. Ik moet wel zeggen, en daar ben ik heel blij mee Ron, omdat ik de afgelopen vijf uh, tot tien jaar, al wel, denk zeker de afgelopen vijf jaar, dat die, die ommekeer begint wel te komen bij vastgoedpartijen. Die gaan steeds meer inzien dat het veel belangrijker is om de huur daar goed uh, te kunnen bedienen. Uh, en dat is niet eenmalig. Dat is uh, steeds meer doorlopend. En je ziet ook dat de, de huurders aan zich, dus bedrijven aan zich, uh, het gebruik van het kantoor uh, uh, ook gaan, zijn gaan veranderen. Uh, corona heeft er uiteraard een, een versneller in, in uh, is daar een, een versneller in geweest. Maar het is super belangrijk om goed te begrijpen wat is die ondernemer nu van plan. En niet alleen maar vandaag, maar met name ook de komende jaren. En hoe kan je daarop inspelen? Want dat is belangrijk dat dat wat we aan product bieden. Dat het past bij de vraag in de markt. Nou, je ziet daar wel een shift in komen. Ik denk dat wij op de A-locaties dat redelijk voor elkaar hebben, krijgen. Ik denk dat er met name de BNC-locaties daar nog heel veel aandacht nodig is. Ja, krachtig. Nou ja, als het gaat om inspiratie, dan, uh, dan worden dit soort podcasts ook veel geluisterd door de young professionals. Als jij nou eens één wijs advies mag geven aan de nieuwe lichting die staat te popelen, wat is dat dan, Michon? Ja, die is eigenlijk vrij makkelijk. Maar ja, goed dat als je wat meer ervaring opdoet, dan wordt het ook misschien wat makkelijker. Uh, maar in plaats van dat je zendt, luister. En wat betekent dat? Op het moment dat ik, uh, nou, ik, ik denk misschien een heel mooi voorbeeldje. Op het moment dat er een huurder zich meldt bij ons, een potentiële huurder. en de makelaar gaat daar naartoe, dan merk ik vaak dat de makelaar begint te zenden. Dus die gaat vertellen wat hij allemaal heeft, en wat het gebouw allemaal heeft, en wat ze allemaal kunnen. Terwijl het veel essentieler is op dat moment om aan die partij, die ondernemer te vragen, wat ben jij van plan? En kan ik dat plan wat jij hebt matchen met wat het product wat ik in huis heb? Dat kantoor, de logistiek al, ja, alles wat je maar kan bedenken, kan ik daar een match in maken? En als dat niet kan, dan moet je creatiever aan nadenken van hoe krijg ik het voor elkaar dat deze persoon of dit bedrijf wel de juiste plek weet te vinden. Maar dat is begint met vragen stellen en niet beginnen met zenden. Dus ik denk dat dat mijn wijze woorden misschien wel zijn. Maar dat geldt voor je niet. Uh, ik leer dat ook nog dag, dagelijks. Ik wil ook graag soms zenden. Uh, terwijl ik dan toch op de stoel moet gaan zitten om vragen te stellen. Om beter te begrijpen wat, wat wil je. Wat zijn nou je wensen? Lastig. Nou, ik denk dat dat helemaal past bij een podcast. Ja, en als het gaat om vragen. Dan, dan ga ik ook de finale vragen jou stellen, Michon. Namelijk, hè, mensen met visie hebben ook dromen. Als we nou eens één droom moeten benoemen die jij graag nog binnen nu en vijf jaar gerealiseerd zou willen zien, wat is dat? Um, dan denk ik dat ik een hele makkelijke droom naar voren kan halen, want dat is een wens waar ik net al even begon met lifecycle development. Is dat wij in staat zijn deze industrie waarin wij zitten, en dan met name de toeleverende industrie, uh, circulair te laten denken. Maar niet alleen denken, vooral doen. Denken vinden we allemaal heel makkelijk, maar doen vinden we altijd complexer. Maar laten we anders gaan denken. En ja, dat betekent dus ook dat uh, alles wat wij produceren, moeten we eigenlijk zien als, als, alsof dat van ons is. En praat ik even vanuit een leveranciersperspectief. Laten we beginnen met uh, hout, het leveren van hout. Uh, ik zou het mooi vinden als die, die, die leverancier zegt ik lever dat hout aan jou voor dat gebouw en dat ga je plaatsen in het gebouw, maar dat blijft van mij. Dus als je dadelijk weer wat wil of de volgende belegger of wie dan ook daar, daarna eigenaar wordt van het gebouw en die wil wat met dat gebouw, kom dan bij mij terug. En dat zou ik een hele mooie droom vinden, want dat is volgens mij de methodiek waarin wij versneld circulair kunnen gaan werken. Michon, ik wil jou van harte bedanken voor deze wijze lessen, maar ook zeker inspiratie. Dank je wel. Graag gedaan. Jij ook bedankt, Ron.